De Surinaamse Politiebond, SPB, hield vandaag haar tweede vergadering voor de poorten van de Nationale Assemblée. Het doel hiervan was om tot een standpunt te komen in zaken het ontslag van de ex-hoofdinspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentel. ATV-reporter Arantxa Swedo maakte voor u het volgende verslag. We staan vandaag voor DNA omdat dus de politiebond in beraad is. Er wordt vandaag vergaderd over een aantal zaken betreffende het ontslag. Dat is ingediend als het gaat om meneer Hellings en meneer Gentel. Er wordt vandaag vergaderd over wat de volgende stappen zijn en eigenlijk wat de politie wil bereiken in dit alles. Putini Atumpai, voorzitter SPB, zei dat president Chandrika Persat Santokhi heeft aangegeven dat een gesprek met de bond prioriteit heeft. Het is de bedoeling donderdagavond dit gesprek te voeren. Het staatshoofd heeft als voorwaarde gesteld dat de acties worden opgeschort. Echter heeft de politiebond dit verzoek niet ingewilligd. Van hieruit wil ik de politiemensen in het bijzonder oproepen om morgen hier 10 uur te zijn om weer te vergaderen. En aan de samenleving zeg ik, als je niet wil protesteren tegen onrecht, dan moet je dat niet doen. Maar dan moet je ook niet klagen wanneer u straks die koers van 38 heeft en uw salaris gemiddeld $100 zal zijn. Dan moet u niet klagen, heeft ik Ipina, dat is de rustig naar Ipina. Dus mensen, de politie die blijven in beraad, basispolitie zorg. We gaan wel naar het werk, maar we rijden niet uit. Wanneer we geen aangifte op, we zijn er. Dus tussen nu, na de middagdienst, we zijn op het bureau ter objectiebeveiliging. Maar we rijden niet op en wanneer we geen aangifte op. We rijden niet uit en wanneer we geen aangifte op. De motorsurveillance dienst. De motorsurveillance dienst, de RWT-diensten en de basispolitiezorg die zijn vooralsnog uit de ether. Aan de hand en vuurwapenafdeling. En vooralsnog doen we ook niet mee met de defilé voor oefeningen. Verschillende volksvertegenwoordigers van zowel de oppositie als de coalitie waren bij de vergadering als teken van ondersteuning. Volgens Rabin Parmisser, NDP-fractieleider, is er met deze aanpak van de regering geen sprake van democratie. Zijn we geen democratische rechtsstaat meer? En daarom vind ik belangrijk in het kader van een democratische rechtsstaat dat wij voor deze twee heren zouden moeten opkomen. Je zou met deze twee heren moeten praten. U merkt al, net aangegeven, dat er zoveel opleidingen zo'n lange tijd niet is gebeurd. Kijk u in de politieorganisatie, meer dan 300 mensen zijn onttrokken uit het politiewerk, zijn bij friends en familie geplaatst om bewakingswerk te doen. Ja, toch? Niet de relevante personen, noem maar. Je maakt die politie, organisatie, ja, toch een beetje, hoe moet ik het zeggen, lam. En dat mag niet. Kijkers, dat was het wat betreft vandaag. De stoet voltrekt zich nu naar de Heilige Weg en daar gaan ze dus opbreken. U heeft het gehoord van de heer Atumpai. Bij hun gaat het erom dat de regering per direct het besluit moet intrekken. En daar gaan ze dus morgenavond over praten. Voor nu laten we het hierbij en we zijn er morgen weer met het andere deel van het verslag.